Nou, mijn naam is Daphne Manders en ik kom uit Waddinxveen. En ik heb al een aantal jaren allerlei klachten, met name extreme vermoeidheid. En naast de extreme vermoeidheid ook een hoge prikkelgevoeligheid. Dit was voor mij dusdanig belemmerend ook in mijn functioneren dat ik helaas nu niet kan werken op dit moment. En ik heb ook heel veel slaap nodig 's nachts. En dat zorgt er ook voor dat je overdag weer minder kan doen. Ik was al een tijdje bezig met wat heb ik nou, hoe kom ik hier nou vanaf, hoe kan ik dit beter maken in mijn leven. En toen kwam ik via Hyacinta Kredi, een natuurgeneeskundig therapeut. Daar kwam ik terecht en zij heeft eigenlijk de ziekte van Lyme bij mij kunnen vaststellen. En toen kwam ik eigenlijk achter dat achter de oorzaak van mijn klachten, dat de hoge prikkelgevoeligheid en de extreme vermoeidheid, dat die eigenlijk daartoe te herleiden waren. En zij heeft mij vervolgens toen, ik ben bij haar in behandeling op met een Lyme-protocol. En daarnaast heeft zij mij toen verwezen naar Huub Smolders, naar de stralingsbioloog. Want zij kon ook zien dat straling van hoge invloed was op mijn lichamelijk en geestelijk functioneren. Dus toen ben ik naar een dag geweest met een lezing eigenlijk van Hyacinta zelf en ook van Huub. Dus dat was eigenlijk heel leuk, want dat waren twee vliegen in één klap. En toen heb ik daar een behandeling gehad aan de spininverter. Want uiteindelijk heb ik begrepen van haar en ook van Huub dat er is straling, hè, door de wifi en door alle elektrische apparaten en door de zendmasten en dergelijke. Maar er ontstaat ook een fenomeen in je lichaam en dat heet spininversie. En dat is dus eigenlijk dat je cellen de verkeerde kant op gaan draaien. Dus linksom in plaats van rechtsom. En als dat gebeurt, dan kan je van alles en nog wat doen aan therapieën, aan voedingssupplementen en dergelijke. Maar dan slaat dat niet aan, want je lichaam draait niet in zijn optimale vorm. Is die niet bezig, zeg maar. Dus de spininverter is dus een apparaat en dat is met twee elektroden, die moet je in je handen vasthouden. En dat duurt ongeveer 8 minuten of zo, zo'n behandeling. En dan merk je dat de cellen gaan dan weer de goede kant op draaien, als het ware, noem ik het maar even zo. En dat heb ik dus toen op die dag met die lezing heb ik dat ervaren. En dat was gewoon echt een heel bijzonder gevoel. Ik was al moe voordat ik dus naar die lezing toe ging. Het duurde 3 uur. En ik had zoiets van, ga ik dit wel redden? 3 uur luisteren naar allerlei mensen. Ik dacht van, nou ja, anders ga ik maar eerder weg als het me niet lukt. Als ik niet voldoende energie heb. Maar toen zat ik achter dat apparaat. En die moeheid die viel eigenlijk als een deken van me af. En ik ervaarde heel veel rust in mijn lichaam. Dat stroomde eigenlijk gewoon zo mijn lichaam in. En mijn energieveld werd steviger en meer grond onder mijn voeten, meer ruimte om me heen, die me beschermde eigenlijk. Dus dat was een hele bijzondere reactie wel, vond ik. En ik heb daar ook nog een tijd lang profijt van gehad, van die behandeling. Maar wat ik heb begrepen ook van Huub, is dat je dus op een gegeven moment ook wel ondersteuning moet hebben in huis en op je lichaam, omdat anders de straling alsnog gewoon zijn werk kan doen. En daarom heb ik Huub uitgenodigd voor een stralingsmeting in huis. Dus hij heeft hier in huis alles opgemeten. En eigenlijk zoals in veel woningen in Nederland, en zeker hier in de Randstad, is de straling gewoon hoog. Dus ik heb een home shield aangeschaft. Dat is een apparaat dat je in stopcontact stopt en daardoor is je huis tegen straling, tenminste dat wordt, de straling komt eigenlijk dus niet meer schadelijk binnen op je lichaam. En een body shield, die heb ik ook aangeschaft. En die draag ik dagelijks bij me op mijn lichaam, gewoon in mijn broekzak. En daarmee kan ik ook buiten, ben ik ook buitenshuis beschermd voor de straling. En sinds ik die producten heb, gaat het eigenlijk gewoon een heel stuk beter met mij.
Ik heb minder slaap nodig. Ik heb meer energie teruggekregen. En ik ben ook minder prikkelgevoelig. Ik kon voor deze behandelingen niet eens normaal op een verjaardag zitten met een volle huiskamer, zeg maar, met mensen. En nu lukt dat weer wel. Kan ik gewoon een paar uur op een verjaardag zitten. Nou, dat is voor de meeste mensen is dat normaal, maar voor mij was dat dus niet normaal. En ja, daar ben ik gewoon heel blij mee dat ik gewoon minder beperkt meer ben. En dat ik gewoon veel meer kan en veel meer weer gewoon deel kan nemen aan het dagelijks leven. En ook mijn werk weer kan uitbreiden en allerlei dat soort dingen. Dus de straling is daarbij, en de aanpak daarvan is heel erg belangrijk geweest in die lijn. Samen met het Lyme-protocol wat ik volg. Om dus de Lyme ook uit mijn systeem terug te dringen, die belasting. En ja, daarnaast let ik ook gewoon heel erg op goede voeding. Op zo natuurlijk mogelijk, zo min mogelijk bewerkte voeding. En dat zorgt er ook voor dat mijn energieniveau zo hoog mogelijk blijft. Tezamen ook nog met meditaties die ik doe van Hyacinta, die me ontzettend goed helpen. En aan alle kanten probeer ik zo mijn gezondheid aan te pakken. En zie ik dat het veel ondersteuning geeft zo. En ik de goede kant uit ga. Dus dat is heel fijn. Ja, het is gewoon een pakketje eigenlijk. Een compleet verhaal waarin het stralingselement ontzettend belangrijk is om dat goed aan te pakken. Zeker als je, iedereen heeft er last van, maar zeker als je zo hooggevoelig bent, dan is dat... Als je dat gaat doen, dan merk je echt dat je gewoon veel beter gaat functioneren, veel beter in je vel komt te zitten.